Ben jij helemaal fit richting de playoffs, Jeremy? Ja, dat voel ik me wel. Ik ben natuurlijk wel eventjes ziek geweest. Ja. Een paar dagen, dus. Maar ja, ik voel me wel steeds fit. Dat wel. Ga jij ook, omdat je toch een tijdje niet hebt gespeeld, juist wel in Dordrecht ook spelen als het aan jou ligt om toch wat ritme op te doen? Ja, ga ik wel vanuit. Maar het is nog niet zeker. We hebben net getraind, dus we weten de opstelling zelf nog niet. Horen we pas straks, dus ik hoop het wel, ja. Jij hebt van die vreselijke reeks die jullie doormaken een hele hoop vanaf de kant moeten meemaken. Ja, lijkt me voor een echte Spartaan zoals jij bent, lijkt me dat extra pijnlijk dat je dan ook niks kan doen eraan. Ja, is zeker vervelend. Maar dat is voor iedereen in het hele team. Ja, blijf maar doorgaan en ik hoop dat het morgen eindelijk klaar is. Ja. Nu noemt de trainer jouw naam vaak als een van de lichtpunten, een van de dingen waar hij zich aan vasthoudt. Van ja, die komt weer terug richting de play-offs. Dat lijkt me wel prettig om te horen. Ja, zeker. Dat is altijd prettig om te horen. Dat geeft je een goed gevoel. En dan ga je altijd met vertrouwen in het veld, speel je in het veld. Dus, Het is wel absurd hè, wat hier gebeurt. We zien ook, ja, gewoon als je over heel Europa kijkt, dan zijn jullie gewoon de slechtste ploeg. Dat is eigenlijk bizar als je daarbij stilstaat. Ja, ik heb het ook gelezen en ja, het is echt bizar. Nog nooit meegemaakt. Dit is mijn eigenlijk tweede jaar dan en ja, dat wil eigenlijk niet wat meemaken, maar ja, het is niet anders. En dan ga je toch die play-offs in, dat is dan een houvast, maar ja, 6 wedstrijden pieken, het zou ook te veel van het goede zijn. Hoe denk jij erover? Ja, ik heb een goed gevoel over, dus als je de eerste ronde doorgaat, dan ga je sowieso met een goed gevoel weer naar de tweede ronde. En zo moet je eigenlijk denken, per wedstrijd en niet... Ja, over 6 wedstrijden. Het is wel echt daadwerkelijk een gevoel, denk ik dan. Hè? Want er is eigenlijk niets, ook als je praat met supporters, ja, wat echt daadwerkelijk houvast biedt. Ja, klopt. Dat begrijp ik ook van de supporters, ja. Maar het is toch een andere competitie. En ja, het is nu echt alles of niets. En je wilt toch echt alles. Dus moet je ervoor gaan. Ja. Nu nog naar Dordrecht. Waar kun je zo'n wedstrijd dan nog voor gebruiken in jouw ogen? Zo'n wedstrijd die er eigenlijk niet om gaat. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, omdat we zijn toch tweede geworden. Een hele sterke tegenstander. En ja, dan kan je toch jezelf meten waar je nu een beetje staat. Dat is wel belangrijk. Ja, het gekke is ook, hè, als het inderdaad goed gaat in die play-offs, dat je aan het eind van de rit weer tegenkomt in een heel kort tijdsbestek. Ja, ik vind het zelf niet vervelend. Dus het moet allemaal goed komen als we maar vertrouwen in onszelf hebben.